We zijn hier om de nieuwe minister van Grondbeleid en Bosbeheer, mevrouw Dinota Forswijk, welkom te heten als deel van de regering Santokki-Brunswijk. Minister, ik feliciteer u namens de totale regering. Ik wens u veel succes toe in het uitoefenen van uw ambt. En het is een belangrijke opgave. Zoals u net heeft beloofd en gezworen, zult u dat oprecht en naar eer en geweten uitvoeren. U gaat de scepter zwaaien over een ministerie dat een historie heeft. Een ministerie dat helaas last heeft van een nogal negatieve beeldvorming. Maar dat ook een aantrekkingskracht heeft op velen, met goede en soms met minder goede bedoelingen. Grond en bos zijn waardevol. Niet slechts voor de staat. Het is van essentieel belang dat het ook voor alle Surinamers van belang is. We hebben de plicht tegenover de volgende generaties om als goede ouders te zorgen voor onze bossen en gronden. U heeft als minister daarbij de voortrekkersrol. Blijft u nuchter? Blijft u zakelijk? Blijft u wel doordenkend in de uitoefening van uw ambt? Een advies, en dat geldt overigens voor alle andere ministers, om op basis van deze principes te handelen. Minister Forswijk, van u wordt niets anders verwacht dan de wettelijke bepalingen, geldende regelgeving en met name het regeringsbeleid te volgen. Uw acties moeten erop gericht zijn om het Surinaams belang te dienen tot groter welzijn en welvaart voor het Surinaams volk, voor de huidige en de toekomstige generaties. En er zal met veel aandacht gelet worden op uw verrichtingen. En wij als regering, indachtig eenheid van beleid, eenheid van bestuur, zullen u alle ondersteuning en ook de nodige begeleiding geven. We zullen op zeer korte termijn hierover nog nadere afspraken maken en overlegmomenten creëren in de regeringstop. Dames en heren, deze regering heeft een succesvolle, maar ook een uitdagende jaar achter de rug. En zeker een fundament al gelegd voor stabilisatie en groei. En de eerste tekenen van herstel zijn al te zien. Maar ik weet dat nog niet een ieder dit zo voelt en zo ervaart. Maar gezondmaking doet een beetje pijn en soms veel pijn. Voor degenen die het te zwaar hebben, zal deze regering nieuwe pijnstillers binnenkort afspreken. Belangrijk is de leefbaarheid optimaal te verbeteren, maar ook de kansen en mogelijkheden voor alle Surinamers, waar ze ook mogen wonen, te verruimen. We zullen die opdracht gezamenlijk uitvoeren. En ik roep daarom wederom aan ieder in de Surinaamse samenleving op om daarin een bijdrage te leveren, daarin te participeren en gezamenlijk een mooi, welvarend en veilig Suriname op te bouwen voor alle Surinamers, voor de huidige en de toekomstige generaties. Daadwerkelijke ontwikkeling, geen schijnwelvaart, vereist visie, inzet, durf, moed en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ieder in onze samenleving.